Henny, dit boekje, Maarsen 1940-1945. Dorpsgenoten vertellen hun verhaal. Is uitgegeven in 2010, stichting van 4, 5 mei. Ja. En als een startpunt geweest van documentaires over de oorlog in de Stichtse Vecht. In de Stichtse Vecht, dat klopt. Ik ben begonnen toen met het eerste verhaal. Nou, laat ik het zo zeggen, dat boekje kreeg ik eigenlijk van Iteke Schouten. En ik heb het zitten lezen. Het heeft nog een jaar in de kast gelegen voordat ik eraan begon te lezen. En de dorpsgenoten van Maarsen vertelden eigenlijk hun ervaringen als kind zijnde in 40-45. Nou, uiteindelijk was het te mooi om dat te laten liggen in dat boekje alleen. Maar ik wilde daar dus echt een documentaire van maken, met name op Maarsen. Dat is inmiddels natuurlijk al een paar keer uitgezonden geweest. En dat is zo'n succes geworden dat het vervolg over Breukelen kwam. Ja, en van het ene verhaal kom je eigenlijk in het andere verhaal. Niet alleen zozeer over de dorpsgenoten die hun verhalen vertellen. Maar ook over momenten dat je ergens bent. Bijvoorbeeld Maarsen. Daar kom je bij, van Maarsen kom je in Tienhoven. Van Tienhoven kom je bij de molen, de Trouwe Wachter. Daar ontstaan weer verhalen van burgers daar. Maar ook van de molenaar zelf. Ja, die erg bijzonder zijn. En je komt door het feit dat je dan met die mensen in contact komt. Krijg je diverse verhalen die eigenlijk nog verder wegstaan van het boekje. Ja, dan krijg je nog meer documentaires. Dus inmiddels heb ik Maarsen gemaakt. Vanuit Maarsen Breukelen gemaakt. Vanuit Breukelen de Trouwe Wachter gemaakt. Vanuit de Trouwe Wachter tussendoor van Luna aan de Vecht, waar ik nu mee bezig ben. Dan dit verhaal ook nog naar voren. Wat is dit verhaal? Dit verhaal gaat over een verzetshuwelijk die gesloten is door een burgemeester in Tienhoven. En de burgemeester, de ambtenaren in de tijd van 40-45 waren merendeel aan de hand van de Duitsers. Deze burgemeester niet. Deze burgemeester wist hoe het zat met de Joden en de vervolging. En die hoorde van het verhaal dat een zekere niet-Joods en een Joods meisje wilde gaan trouwen. En hij was Joods, zij was niet-Joods. En ze zaten eigenlijk bij elkaar in het verzet in Amsterdam. Ze zijn verliefd geraakt en die verliefdheid wilden ze bezegenen door een huwelijk. Ja, dat ging natuurlijk niet. Dat was natuurlijk door de Duitse bezetting was dat zwaar illegaal. En er stond eigenlijk de doodstraf op, dus dat ging gewoon niet door. Uiteindelijk is er een burgemeester dus in die Tienhoven geweest en die heeft ze dus via een lastige en moeilijke weg... de huwelijkszegen gekregen. En deze documentaire vertelt dat volledige verhaal? Hier wordt het verteld hoe het gaat, hoe ze elkaar hebben ontmoet. Maar ook wat het allemaal eigenlijk met zich mee heeft gebracht. De spanningen en toch wel een beetje de gevaren om het huwelijkspootje in te stappen. En het mooie daarvan is, ze zaten in het verzet. En die koppeling van dat stukje verzet is dat de vader en de moeder... ook zoveel 80 tot 100 Joodse baby's en peuters het leven hebben gered. Wat weer een link is met een eerste documentaire die ik maakte, omdat toen uitsprak, van een student rechten. Die zat dus in dat kindercomité. En 1 en 1 is 2. Dat koppelde gewoon bij elkaar. Dat was gewoon één verhaal totaal. Als je ons meeneemt naar een bijzonder stukje uit deze documentaire. Laat eens zien, wat is nou een bijzonder stukje hierin? En waarom? Laat het zien. Een klein stukje uit deze documentaire is wat van jou raakt. Een klein stukje wat mij raakt, is het stukje dat ze uiteindelijk toch vertellen dat zijn ouders dus in het verzet zaten. En zijn moeder in het verzet, in de verzetskrant De Trouw toen stukjes begon te schrijven. En niet alleen stukjes, maar ook tekeningen daarbij. Dus animatie werden erbij gemaakt. En hun ouders, of zijn ouders, die noemden ze zich altijd kikkers. En als je dat verhaal hoort over die kikkers, voordat ik hem zal afspelen, dat kleine stukje. Kikkers, dat was eigenlijk kikkers die langs een rivier bij de molen in Tienhoven zaten. En die gingen onderduiken onder een steen. Omdat er een hele grote eend voorbij kwam. Maar die grote eend die stond symbool voor Hitler. Dus al die kikkertjes gingen dus onder die steen. En onder die steen kwam een andere kikker die dat zag. En op die manier kwamen twee kikkers, werden verliefd op elkaar. En zo komt het verhaal eigenlijk in een soort kikkerverhaal. Wat zijn levensverhaal van zijn ouders is. Het is een Amsterdamse stadsverhaal vertellen. Dus hij kan het ook heel goed vertellen, emotioneel vertellen. Hij vertelt dit ook op het podium, dus op het toneel. Dat doet hij ook.
En dan heet deze film uiteindelijk van zijn verhaal van zijn ouders, heet Lijn 11. En Lijn 11 staat dan weer voor een tram die in de oorlog reed langs het Schouwburg. Het Amsterdamse Schouwburg, waar de Joden ook uiteindelijk... dat was een voorstation eigenlijk van Auschwitz. Werden gedeponeerd en achter de tram door probeerden ze nog te vluchten. En aan de overkant was er weer een kindercrash. En die kindercrash was natuurlijk ook weer van belang om die kinderen dus weer onder te brengen naar andere ouders. Dus dat is pakkend. Dat is pakkend. Dat stukje. En zo leven mijn vader en moeder getrouwd. Misschien is dit het enige huwelijk tussen een niet-Joodse en een Joodse man in de geschiedenis van, althans, de Nederlandse bezettingstijd. Misschien wel in heel Europa. Ik heb er nog niet van gehoord dat dat ergens anders is gebeurd. Dat moet ik nog uitzoeken. Maar vanaf dat moment zijn ze man en vrouw. En moeten ze nog anderhalf jaar geduld hebben. Totdat de bevrijding dan een feit is. Ze houden zich bezig met het schrijven van een illegale krant. Tegen de nazi's. Die krant heet Trouw. En daar schrijft mijn vader artikelen voor. En mijn moeder brengt die kranten weg, achter op de fiets, naar mensen die geïnteresseerd zijn om dat te lezen. En als dan de bevrijding komt, op 5 mei 1945, wordt Trouw voor het eerst legaal uitgebracht. En de hoofdredacteur, Sievert Bruinslot, heeft mijn moeder dan al gevraagd of zij een kikkerverhaal wil schrijven. Want mijn ouders, die noemen zich onderling kikkers. Ze zeggen namelijk dat ze ondergedoken zijn op de vlucht voor een grote eend die kikkertjes wel lust. En die eend die staat voor Adolf Hitler. Dus in de eerste editie van het legale Trouw staat een stripverhaal wat mijn moeder bedacht heeft, wat de hele geschiedenis nog eens vertelt vanuit de beleving van kikkers. Voor het eerst op camera verteld. Zo lang, hè, Roel. Het is een gouden verhaal.